Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Intim 11 Go. En zoals jullie kunnen zien, ga ik vandaag tegen Zeus. Ja, die hebben team level 60 en ik 99. Dus het is wel een heel groot verschil. Dit is mijn team. En dit is Zeus. Oké. Nou, daar gaan we dan maar weer. Ik film weer met de andere camera, niet met mijn telefoon. Dus. Misschien is het een beetje klote beeld soms, maar ja. Het geluid horen jullie nu wel goed, dus dat scheelt weer. Ik schiet gewoon. Zero Magnum. Oké, ik zeg niet zo superveel. Ik speel gewoon even. Want ik weet ook niet zoveel te zeggen, dus. Kut, die keeper doet wel fine spirit. Dus ik zeg niet zo superveel. Fuck. Pendragon. Ja, het is vandaag vrijdag. Ik ben vandaag vrij. Dus ik heb nu al vakantie eigenlijk. Gistermiddag al, want toen was ik al vrij van school natuurlijk. Maar Danny zit denk ik nu op school. Ja, die zit nu op school. Het is 9:45. Dus. Volgens mij is die 3 uur uit of zo. Maar vandaag komen er denk ik 2 video's. Ik denk gewoon 2 wedstrijdjes. En dit is daar een van. Oké, 2-0 gemaakt. Mooi zo. Ik ga straks ook nog tegen Genesis. Die ga ik gelijk hierna opnemen, dus. Het uploaden duurt nog wel even, denk. Maar ik ga het zo snel mogelijk op YouTube proberen te zetten. Ozone Flyer. Ja, ik probeer. Oh kut, ik heb geen TP meer. Nou, dan moet hij een move doen. Dan gaat tenminste zijn TP er al vanaf. Van zijn Fine Spirit. Yep, hij doet het. Handig. Oké. Godsamme. No. Oké. Oké, we hebben de bal weer. Fuck. Dit dan maar een beste tactiek. Ik weet niet of het nog helpt, maar ik ga proberen nog om te scoren in de eerste helft. Heel snel dan maar. Kom op. Kom op, schiet dan. Godsamme, ik ben nou te laat. Zal deze was te gewoon te slopen. Oh yes, gelukkig nog. En ik denk dat deze ook wel gaat zitten.
Sully was echt net op het nippertje. Want als je 3-0 in de eerste helft staat, dan win ik meestal wel 5-0. Dat betekent S-rank dus. Dan heb ik wel S-rank, want dat heb ik nodig. Dat had ik nog niet bij Zeus. Ja, ik weet ook niet waarom. Ik heb er ook maar 1 keer tegen gespeeld. Toen wou ik gewoon heel snel de eerste chest. Ik wou kijken wat erin zat, maar ik weet niet echt precies meer wat erin zat. Maar ja. Boeien. Dat laat ik andere keer wel zien. Als ik overal S-rank heb bij de onsterij. Volgens mij krijg je dan een fijne spirit. Dus ja, dat wil ik wel. Oké, de eerste helft is Y. Oh, fuck. Oké. Ik ga denken van Groene Stone ga ik denk Wildfire kopen. Omdat ik die karakters, die exclusive karakters, ja, beter vind en cooler. Maar dat is mijn mening. Nou, ik vind ze wel even goed, maar ik vind ze cooler. Dus zo deze krijg je daar. Dat is nice, vind ik. Maar bij de andere krijg je Belong, dus dat is ook cool hoor. Alleen ja. Ik ga voor Wildfire. Dus dat kunnen jullie verwachten. Ik ga misschien. Ik ga niet missies filmen van die missies. Ja. Let's play of zo. Weet ik veel. Maar ik ga misschien wel soms een wedstrijdje zo. Als een wedstrijd komt. Bijvoorbeeld er Protocol Omega. Dat is een team, geloof ik. Als ik het goed gezien heb. Dan. Zo, absoluut barrier. Ball Lightning kost 40 euro en ik heb 60, dus oh fuck, nee, oeh, oh yes, oh en Shield Block, oké, okay. Wall of Atlantis, oh gelijk blok het, oké, okay, mooi zo. Oh ja, en ik wil Ati Elite even bedanken voor het ja, reageren op mijn video's. Ja, ik weet niet of ik zijn naam nu goed uitspreek. Maar in ieder geval, ik wil jou bedanken dat je mijn video's bekijkt. En erop reageert. Dat inspireert mij ook heel erg. Vanaf nu probeer ik elke dag een video te maken. 1 video of meer. Dus, ja. Ik denk dat het nog wel een tijdje zo doorgaat. Alleen maandag dan ben ik op vakantie. In Voorthuis. Dat is mijn opa's en oma's vakantiehuisje. Dan gaan ik en Danny dan heen. Dus we gaan daar ook wel video's uploaden. Maar ja, maken. Maar we kunnen daar misschien soms niet uploaden. Dus misschien komen die video's dan als we terug zijn van vakantie komen online. Maar we hebben daar een heel slecht internet. Want we kunnen maar met 1 persoon op internet. En dan doet hij het al niet zo goed. Dus we gaan het wel proberen om daar video's te maken. Ja, ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan ik ga ze wel maken. Maar dan upload ik ze gewoon later. Als ik terug ben. Dus. Oké. Come on. White Wyvern. Oops, okay. Oké, die gaat zeker weten scoren. Het moet wel. Oké. En ja, Rai scoort. We hebben de S-rank bereikt. Dat is mooi zo.
Oké, de tijd mag snel voorbij gaan. Ja, vlieg nummer afscheid. Ik vind het mooi geweest. Oké, hopskee. Ik nog even snel kijken wat ik krijg. Kom op, zie op. Oh, dit was het. Fairplay en Paradise Bracelet. Maar mensen, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer voor meer en zie ik jullie later.